We hebben hier zo dus een blok van Magnum vuurwerk met schoten van 50 mm erin. Dit zijn weliswaar mines, maar alsnog best bizar. Dit en nog veel meer zien jullie in deze video. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Het heeft even geduurd sinds er weer een nieuwe video van dit soort online is gekomen. Maar we gaan vandaag nieuw vuurwerk bekijken van Broekhoff en Magnum vuurwerk. Eigenlijk zouden deze op 10 september 's avonds een demo schieten, maar deze is helaas niet doorgegaan. Dus er zijn nog geen filmpjes beschikbaar van deze producten. Maar toch zaten er al wel een paar leuke dingen tussen die er zowel op de plaatjes en met de beschrijvingen best interessant uitzien. Nou, hier zo beginnen we met Broekhoff, de nieuwe knalcake. 19 shots, 20 mm, Cubic Thunder. Vind ik wel een grappige naam voor een cake die zes hoeken heeft, maar goed. We gaan zien hoe hard deze wordt. Hier Dynamic Chrysanthemum Display. Dit schijnt dus de waaierversie van de Cairo Crackling te worden. Online prijs is nog niet bekend, maar dit ziet er wel fors uit als je de adviesprijs ziet. Maar goed, zelf zou ik hem voor een eurotje of hooguit 60, denk ik, kopen. Dus ja, dat gaat hij waarschijnlijk niet kosten. Het idee is wel leuk. Nou, hier zo 1,2 inch, 30 mm Dahlia Madness. Broekhoff Magnum komt ook gewoon dit jaar weer met nieuwe 30 mm blokken. Dus we gaan zien wat deze in de freak actie gaat doen. Hier zo, deze ben ik wel heel blij mee, de Double Elements. Twee keer 7 shots en voor degenen die Broekhoff een beetje kennen, die herkennen hier iets van. Dit is dus, als het goed is, een nieuwe versie van de Mega Mind slash Big Fat Chill, maar dan met twee in een doosje. Qua verkoopprijs 24,50 is hij ook al wel iets duurder geworden. Dus ja, deze moet even in een freak actie gewoon ergens rond de 17 euro, 18 euro of zo uitkomen. En dan is het wel weer leuk, denk ik. Nou ja, hier dan van Magnum de Dakota Sunset, volledig 30 mm, 126 schoten. Echt wel een dikke compound volgens mij. Hier zo staan ook al wel wat straatfilmpjes, nou niet straatfilmpjes, maar demofilmpjes van op YouTube uit Duitsland. Maar die moet je straks zelf maar even opzoeken. Crown Mix Display van Broekhoff, gewoon een multishape compound. Geen idee wat dit gaat doen. Staat ook niet heel veel bij over de soorten effecten. Hier dan de Philadelphia splitters, goud en grote dahlia sterren. 25 mm, 25 shots met nog piepschuim of zo ertussen om het de cake breder te maken. Lijkt me een beetje overbodig, maar goed. Ook een beetje nieuw klein spul. Grote knettertonnen van de Happy China-lijn van Broekhoff. Deze van Magnum. Echt heel lelijke labels vind ik dit, maar goed, wel leuk klein spul op zich. Hier de 1,2 inch Color Cream van Broekhoff. Weinig nog bekend over de effecten, maar ook weer een 30 mm blok. Urban Legend van Magnum. 100 shots, 1260 gram, maar 25 mm. Dus daar heb je best wel wat kruitgewicht per schot voor 25 mm. Hier dan de Bizarre 14, dat is dus dezelfde die we net bij Broekhoff zagen, maar dan van Magnum. En brokaat en witte blink, dus dat wijst erop dat dit gewoon twee keer de Mega Mine is. Mori Blended Family, ook een multishape pak, 30 mm staat hier, maar dit zal waarschijnlijk
25 en 30 mm zijn. Als ik het zo zie, de waaier die is denk ik 25 en ja, misschien dat er zelfs nog een beetje 20 tussen zit, want ik zie hier op het plaatje volgens mij 3 verschillende kalibers, maar goed. In ieder geval 4 cakes in deze compound. Hier dan de showdown. Ja, ook weinig over bekend, maar ook weer een nieuw 30 mm blok. Dictator Domination. Ook nieuw. Flower Wave. Daar Titanium Flower Wave. Daar kun je dus al wel wat meer raden aan de effecten. En ja, dat zal dus iets met goud en kleur zijn, als bloemen of zo. Hier dan een product waar ik zelf echt heel benieuwd naar ben. De Ork van Leslie kennen jullie wel. Eerste jaar was hij goed, tweede jaar niet zo goed. Maar meerdere importeurs, waaronder Magnum, komt dit jaar met een alternatief. De Bomb heeft Magnum. Dit label vind ik al wel iets mooier en deze ga ik dan ook zeker testen voor jullie. Een knetterende, sensationele wolk van chrysanthium effecten komt eruit. Nou, het gaat me benieuwen. Er zit hier 13 gram kruid in, dus iets minder dan de Ork, maar ja, we gaan het zien. 4 euro per pakje, dan ga ik wel een pakje uitproberen. Nou, hier dan nog een 133 shots mixed display met zelfs 50 mm mines erin van Magnum dus ook. In dit blok dus gewoon schoten met 50 mm. En hier dan ook nieuw de Golden Willow. 100 schoten, 1810 gram. Ik ben benieuwd of dit dan met blauw en goud, wat voor precieze effecten dit gaan worden. Maar de Temptation Willow afgelopen jaar, die deels afgekeurd was, die was ook echt heel dik. Dus ja, ik ga het zien met die nieuwe producten van Magnum Broekhoff. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ja, helaas heb ik dus nog geen filmpjes van deze blokken. Maar daar, als die allemaal later beschikbaar zijn, dan ga ik wellicht een video maken met leuke nieuwe compounds van dit jaar. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video in ieder geval. En tot ziens. We'll be right back.